levens. Maar nu roept de familie Naga het Westen tot de orde. België is mijn tweede land. En ik respecteer België. Echt waar. Ik heb hier geleefd. Ik begin hier mensen te kennen. Ik ben zoals je nu geworden en zo. Maar Libië, dat is mijn geboorteland. Ik wil niet dat daar zoiets daarin gebeurt. Ook hier in België, als daar iets zo gebeurt, ik ga protesteren. Stop! Schiet in actie, Obama! Schiet in actie! We hebben te veel gewacht. En ook de Europese Unie. Schiet in actie, NATO! Is genoeg! De grote Belgische reisorganisaties vliegen opnieuw naar Tunesië en naar de Egyptische badplaatsen. Thomas Cook doet dat vanaf vandaag, Jet Air vanaf morgen. Naar Luxor en Cairo in Egypte kan pas over 1 à 2 weken worden gevlogen. Sinds het begin van de protesten tegen president Mubarak eind januari kon er niet meer gereisd worden richting Egypte. De meeste touroperatoren haalden hun klanten zelfs terug naar België. Nu de toestand in Tunesië en Egypte kalmer is geworden, kan je fikse kortingen krijgen als je naar die landen reist. Deze morgen zeer vroeg vertrokken van op de luchthaven van Zaventem de eerste vluchten naar Egypte. Volgens touroperator Thomas Cook zijn de badplaatsen terug veilig. We hebben vandaag de 2 eerste vluchten die naar Egypte vertrekken. En die gaan naar 4 badplaatsen aan de Rode Zee. Dus dat is 2 keer 180 klanten ongeveer. Hoewel die steden op grote afstand van de hoofdstad Cairo liggen, vinden de reisorganisaties het nu pas terug veilig. De klant die kan vertrekken, die vertrekt in alle veiligheid en zijn vakantie is ook gegarandeerd. Buitenlandse Zaken zegt, het is veilig om er naartoe te reizen naar de Rode Zee. Zegt ook ten tweede, onze reisleiding ter plaatse. We hebben meer dan 100 man ter plaatse die daar constant bezig is met zowel het welvaren van de klant als de veiligheid. De meeste passagiers vertrekken met een gerust hart. Daar in die badsteden is dat toch misschien wel niet zo erg als in Cairo. Dus we hopen het beste. Hè. Normaal was het voorzien dat we zelf zijn vertrokken voor een race op de Nijl. Maar het gaat niet door, dus we moeten annuleren. En toen een andere race gekozen. Ja. En heeft u dat dan minder geld gekost? Veel minder. Ja. We hebben geboekt omwille van de lage prijzen. Maar ook omwille van het feit dat het eigenlijk een mooie bestemming is. En de temperaturen eigenlijk wel het beste zijn voor de tijd van het jaar. Dus, Wij hopen van heel uit terug te komen. En de volgende keer nog eens terug te gaan. Voor mensen die niet naar Egypte wilden gaan, vertrok er vanmorgen ook een vlucht naar Jordanië. Waarom gaan jullie nu niet naar Egypte? Omdat ze aan het vechten zijn. Omdat we maar 1 weekje verlof hebben. Omdat de vluchten nog niet vertrokken toen op dat moment. En omdat we het verlof niet meer konden herleggen. Wij moesten beslissen rond 1 week geleden of we naar Egypte zouden gaan of niet. En toen was net de beslissing van Mubarak om niet af te treden. En nou ja, gezien de reactie van de Egyptenaren hebben we toen maar besloten om daar niet naartoe te gaan. Jammer, want nu zouden we natuurlijk wel om kunnen gaan. Niet alleen de metalen verlichtingspalen langs de E19 zijn er belabberd aan toe. Gazet van Antwerpen meldt dat ook heel wat betonnen verlichtingspalen aangetast zijn. Langs tal van Vlaamse wegen, maar vooral langs de E34-autosnelweg Knokke-Antwerpen-Turnhout, moeten 3000 palen worden vervangen wegens betonrot. Het agentschap Wegen en Verkeer hoopt eind dit jaar te kunnen beginnen met die klus. De Bengaalse Irene Khan, secretaris-generaal van Amnesty International, heeft bij haar afscheid in 2009 een vertrekpremie van maar liefst €600.000 gekregen. Een andere topfunctionaris van Amnesty kreeg €360.000. Dat is gebleken bij het afsluiten van de boekhouding van 2010. Veel donateurs zijn boos nu een deel van hun giften in de portemonnee belandt van een vrouw die de strijd tegen armoede altijd zo belangrijk vond. Ook Amnesty International Vlaanderen is verontwaardigd. Inge Beck strekt naar de VZ2 Haiti Centrum en de NGO Kunina en vraagt wat die organisaties zouden kunnen doen met een klein miljoen euro. De voorzitter van de VZW Haiti Centrum, André Windel, samelt al 35 jaar giften in voor Haiti. De VZW werkt met uitsluitend vrijwilligers en al het geld dat ze inzamelen gaat integraal naar Haiti. André Windels is dan ook verbolgen over de vertrekpremies die bij Amnesty International werden gegeven. Ik viel bij hem verder van schaamte, maar ook van kwaadheid. En ik dacht dat geld die mensen hebben samengebracht om dat te geven
hinder aan de armen, wat zomaar hier uitgereikt aan mensen die eigenlijk reeds betaald zijn daarvoor en nog een keer een afscheidspremie krijgen daarvoor. Veel Vlaamse NGO's zijn verontwaardigd over de vertrekpremies omdat ze met €960.000 veel projecten zouden kunnen realiseren. Dat geldt ook voor de stichtster van de NGO Kunina uit Geel. Wij kunnen 2500 kinderen in ontwikkelingslanden een gans jaar toegang geven tot school. En bovendien gaan we ook de kwaliteit van het onderwijs daarmee verbeteren. Dus we hebben daar hostels mee gebouwd, waterputten, noem maar op. Wij hebben een 15 jaar geleden nog een 54 huisjes gebouwd in Haiti, in Cité Soleil. Zo'n huisje kost op vandaag €8.000. Met die €950.000 zou je ongeveer 120 huisjes kunnen bouwen. En dat wordt zomaar gegeven aan die afscheidnemende dame. André Windel samelt per jaar €100.000 in en doet er bijna 10 jaar over om €960.000 bij elkaar te sprokkelen. Het hele probleem met verschillende grote NGO's is volgens sommige bronnen de grote personeelskost en de transparantie van de boekhouding. De kleinschalige NGO Kunina, die maar 5 mensen in dienst heeft en voor de rest met vrijwilligers werkt, heeft dat probleem niet. Wij hebben dus een open en transparante boekhouding, die is ook op onze website te zien. Dus mensen, de particulieren die voor zo'n peterschap gaan, die weten perfect wat met hun centen gebeurt. De mensen betalen daar €30 voor per maand, waarvan €25 integraal ook naar het land gaat van het petekind. Zowel de VZW, Haiti Centrum als Kunina vrezen nu om op één hoopje te worden gegooid als Amnesty International. Ik ben heel erg teleurgesteld in zo'n mensen. Voor mij moet het hart ook op de juiste plaats zitten. En ieder kind dat gered is, is een kind waar dat toekomst in zit. Hè. Dat eigenlijk zelfredzaam wordt. En ja, dat is natuurlijk met geen centen te betalen. Dat is de rijkdom die Kunina heeft. Een Nederlands adviesbureau geeft in een vacatureomschrijving voor een commerciële office manager zijn uitdrukkelijke voorkeur aan een homo. Het is al lang geen maatschappelijk taboe meer, homo zijn, maar een bedrijf dat homo's positief wil discrimineren, dat is wel nieuws natuurlijk. En niet zo'n goed nieuws als je het aan holibieverenigingen vraagt. Het is wel opmerkelijk, uitdrukkelijk in een vacature je voorkeur uitspreken voor iemand die homoseksueel is. In Nederland kan het, hier in Vlaanderen wordt het met gefronste wenkbrauwen bekeken. Jozef De Witte, directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding, heeft serieuze bedenkingen. Wij denken dat dat op dit moment in België in elk geval niet kan en daarbovenop ook geen goed idee is. Geen goed idee, omdat je trekt precies de aandacht op seksuele geaardheid, wat er in wezen niet toe doet als het om een job gaat. Eigenlijk, in de beste van alle werelden, is homo of hetero zijn totaal irrelevant. En daar nogmaals de aandacht op trekken lijkt ons geen goed idee. Ook tal van holibieverenigingen zijn niet gelukkig met de vacature. Michiel van Akkeren van Wel Jong Niet Hetero is laatstejaarsstudent en vindt het een vreemde oproep. Het gaat toch een brug te ver. Hè? We kunnen wel aanmoedigen dat bedrijven heel divers willen zijn.